Zo, winter in Giethoorn. Groene linzen, kwartel, sterrenijs, kwarteleitjes, pimentensplit. Met de fijnensteen ga je hem dus polijsten, dat het helemaal glad wordt. En dan krijg je dus het goede glijmoment op het ijs. En je moet dus gewoon regelmatig controleren dat die braampjes eraf zitten. Als die braampjes erop zitten, hoef je niet te gaan schaarsen, maar dan maak je er helemaal niks van. Uitje in de pan. De kunst is gewoon om de voet voor elkaar te krijgen, dat je dus eerst met die grove steen die over het was gaat doen. Op deze manier. Wat wij maken, dat is groene linzen met sterrenijs, kwarteltjes, kwartel-eitje. En je kunt het eigenlijk een klein beetje vergelijken met de Hollandse ettersoep. Maar dan, nu gebruiken we linzen. Eigenlijk een ondergewaardeerde peulvrucht in Nederland. En dan ga je later met de fijne steen ga je hem dus polijsten, dat het helemaal glad wordt. En dan krijg je dus het goede glijmoment op het ijs. En je moet dus gewoon regelmatig controleren dat die braampjes eraf zitten. Als die braampjes erop zitten, hoef je niet te gaan schaarsen, maar dan maak je er helemaal niks van. Aan de winterkost moet je natuurlijk denken van ingrediënten die bij de winter passen in Nederland. Nou, dan denk je winterwortel, spitskool, ui sowieso. Allemaal goedkope dingen ook, hè? Niet duur. En wat, dan moet je een soort huwelijk bedenken van wat doe ik erbij. Worst of rookworst of sucade, maar ik doe eens een keer een kwarteltje. Lekker gevogelte, doe een lekker een beetje sterrenijs erbij. Dat is ook een beetje voor de winter. Hè? Je denkt aan glühwein. En natuurlijk een Nederlands product, hè? Dat zit in drop. Heel veel in drop. Oh, goed. Ik ben er gewoon voor om zelf te slijpen, want dan ben ik gewoon zelf overtuigd dat het dus goed is. Als je dus hem niet goed doet, je moet die lange slagen maken. En als je dus te vaak in de midden gaat, dan ga je hem dus die ronding eruit halen en dan heb je een al. En dan kun je niet schaarsen, want dan heb je twee draagpunten op het ijs. En dan kun je niet meer sturen. Dan gaan we zo dresseren. Zo, winter in Giethoorn. Groene linzen, kwartel, sterrenijs, kwarteleitjes, pimentensplit. Kijken of de braam weg is. En dan blijft hij niet haken en dan is die braam weg. Ze zijn goed.